FC Dender tegen Beerschot 0-2. En wij praten na met onze nieuwste aanwinst, Mehdi Tarfi. Ik zei bijna Mehdi Terki, want die ken je misschien ook al. Ja, die was hier trouwens vanavond. Ja, ja. We gaan jou even voorstellen aan de supporters van FC Dender, want je bent dus nieuw hier. Kan je even zeggen waar je ooit allemaal gespeeld hebt? Jeugdopleiding bij Anderlecht? Ja, tot de eerste ploeg. Dan heb ik me ingetraind en dan met de belofte spelen. Dan ben ik uitgeleend aan Sint-Waarheim, een jaar. Zonder veel succes natuurlijk, dan ben ik terug naar Ander gegaan en vorig jaar bij Antwerpen. Ik had maar één jaartje bij Antwerpen en dan heb ik mijn knie geput. Ik was een half jaar uit. En dan, ik had maar één jaar, ze hebben de optie niet genomen. Dus dat vond ik de ideale keuze om naar Antwerpen te gaan. Je spreekt heel goed Nederlands, hoe moeten we dat verklaren? Ik heb altijd op een Nederlandse school gezeten en mijn mama is ook Belgisch. Oké, fantastisch. Je mocht vandaag met rust al inkomen na een lange periode van inactiviteit. Maar je was op training heel goed, hoorde ik de technisch directeur zeggen. Hoe beviel de eerste aanpassing hier op het terrein? Het was anders. Een ander ritme, elke dag trainen bijna. En ik zat 4 maanden onder ploeg dan, zo gezegd. Het was aanpassen, maar ik moest direct een goede indruk laten. Moest ik in de selectie zitten, dus ik heb mijn best gedaan. Een trainer heeft vertrouwen in mijn kwaliteit, dus ik denk dat ik daarom wel stond. Ja, je hebt de eerste helft van op de bank kunnen volgen en dan de tweede helft mee op het terrein. Ja. Wat vond je zelf van de wedstrijd? Eerste kwartier was Dender minstens de evenknie, eerste half uur zelfs. Ja, het was een moeilijke wedstrijd, dat was verwacht. Het is een hele goede ploeg natuurlijk, Beerschot, heel veel ervaring. Maar ik denk in onze ploeg dat we ook een goede kans hebben gehad. Dus ja, dan maken ze 2 kansen. Maken ze 2 golen. En je weet dat op dat niveau wordt dat meteen afgestraft. Ja, je weet als je tegen een dergelijke ploeg op achterstand komt natuurlijk, ja, dat het heel moeilijk wordt. Hè. En het was een beetje pech net voor de rust. 5 minuutjes voor de rust viel dan toch die 0 in. En wat zegt de trainer in de kleedkamer tijdens de rust? Ja, ik was niet in de kleedkamer, ik was aan het opwarmen. Dan zal ik het straks zelf vragen. Goed, tweede helft dan, 70ste minuut. Bizarre goal. Niemand wist precies wat er met die bal aan de hand was, maar blijkbaar zou hij toch over de lijn gegaan zijn. Ja, ik heb het niet gezien, het was van te ver. Ik dacht dat hij juist op de lijn was, maar hij was bijna binnen. Ja, de ref weet het. De ref beslist natuurlijk of hij het nu gezien heeft of niet. Het is een goal en we hebben ook kansen gehad. Als we die maken, is het ook 1-1 en dan is het een andere wedstrijd. Maar ja, het is niet zo. Nu moeten we deze match dingen leren en meenemen naar van de week. En hopen van de week de 3 punten nemen. Ja, in de tweede helft heb je duidelijk laten zien dat je een toegevoegde waarde kan zijn voor FC Dender. Je kon spelen naast andere goede spelers zoals Redouane Algoel en met Coquiere, met Dani. Dus in principe ziet de toekomst er wel goed uit voor Dender. Ik denk het wel. We hebben een mooie kern, vind ik. Afwisselend, jong, oud. En dat is onze sterkte, denk ik. Nu zijn het ook heel veel nieuwe spelers, heb ik gehoord. Die zijn erbij gekomen. Absoluut, ja. Ik denk na verloop van tijd dat we elkaar makkelijker gaan vinden. En dat we zo wel op ons niveau komen, natuurlijk. Ja, Beerschot is wel een heel goede ploeg. Waarschijnlijk de toekomstige kampioen. Ja, maar voetbal kan alles gebeuren. Hè. Ik weet nooit. Vorig jaar Antwerp ook de beste ploeg van 1B. Toch niet kampioen, dus we gaan elke dag elke week moeten strijden, denk ik, om te winnen. En we gaan dat doen, denk ik. Ja, je bent vorig jaar zwaar gekwetst geweest, heb ik gehoord. Hoe gaat het nu met die kwetsuur? Is dat volledig vergeten? Ja, volledig weg. Nu ook mentaal ook niks meer. Okay, want na een lange kwetsuur heb je meer tendens van die in te houden, maar dat is volledig weg en daar ben ik blij om natuurlijk. En wat is jouw favoriete positie op het terrein? In het middenveld. Aanvallende middenvelder. Aanvallende middenvelder. Ja. Voorkeur voor links, rechts? Dat maakt niet uit. Volledig tweevoetig? Dat zou ik niet zeggen, maar we doen ons best. Ja, we doen ons best. Voilà. Wel, dan bedank ik u voor deze sympathieke babbel. Een nieuwkomer in onze kern en de supporters zullen er tevreden mee zijn. Dank u wel, Mehdi Tarfi. En nog veel succes bij FC Dender. Graag gedaan. Ja.